Goedenavond. Ja, ik ben in beeld. Even hier nog iets aan. Anders instellen zo. Ja. Het lukt. Even hier nog mezelf opzoeken. Dan kan ik aan twee kanten meelezen. Yes, dat werkt ook. Even zo neerzetten dat ik ook kan lezen. Nou. Eens even zien wie we er vandaag hebben. Zet geluid zacht. Is die hard? Is het geluid hard? Want ik heb alles hetzelfde staan al anders. Ik heb alleen het hoesje van mijn telefoon afgehaald. Want ik denk misschien dempt dat een beetje het geluid. Maar misschien dat nu... Oh, nu niet meer. Ja, dan moet ik eventjes een knopje indrukken. Ja, nee, oké. Gelukkig. Ik ben er weer. Dan is het goed. Nou, het beeld is ook helder bij mij. Ik hoop bij jullie ook. Oh, gewoon als altijd. Nou, perfectos. Nou, ik ga nog even een uurtje met jullie knutselen. Ik ben de laatste van deze maand. En dan gaan we weer in een nieuwe maand opnieuw beginnen met leuke ideetjes. En ik heb mijn live genoemd Zomertijd. Want we gaan vannacht natuurlijk over naar de zomertijd. En als ik aan de zomer denk, dan denk ik aan het strand en aan de zee en al dat soort gezelligheid. Dus het wordt een maritiem gebeuren vanavond. Ik ga een scrap layout maken. Had ik weer eens zin in. Dat zijn van die dingen die ik graag mag doen. Ik heb mijn tickets inderdaad ook al in beeld liggen. Daar heb ik toen straks al een link voor in de groep gezet. Naar een filmpje. Die heb ik alvast maar vooraf opgenomen en gemaakt. Ik denk dat scheelt me vanavond weer tijd. Want ik heb mijn tijd denk ik sowieso al hard nodig. Ik verwacht ook niet dat ik helemaal klaar kom. Maar goed, we gaan gewoon zien. Ik ga gewoon lekker beginnen. Dus ik ga mijn tickets even aan de kant leggen. Die komen straks weer terug. En ik heb het papier, dat ga ik eerst even laten zien. Dit is van dit jaar, het papier van dit jaar, van Dutch Doobadoo. Eens even zien, dat is, ligt hier. Dat is de Ocean Calling. Ik zal het even zo houden, dan schittert het minder. Oh, wacht, die valt ondertussen al van alles uit. Heel even wachten, want ik ben al de helft kwijt. Even onder de tafel duiken, zo. Want dan heb ik daar alweer een half pakketje. Ocean Calling dus. De 473005059. Ik leg het even aan de kant, want dat schittert zo. Hè? Ik heb het hier toch voor me liggen. Kijk, heel gezellig papier met een beetje rood-blauw tinten. Oud-roze. En effen printjes. Lichtblauw, donkerblauw, een beetje alles door elkaar. En van elk vel zit het er 2 keer in. 12 designs. Het is echt wel een heel leuk uitgebreid pakket waar je van alles mee kunt. Nou ja, dit is A4 papier. Dus dan denk je van, kun je daarmee scrappen? Ja, dat kan gewoon, want dan kunnen we natuurlijk stukjes gebruiken. Hè? Dus dat ga ik dadelijk lekker doen. Dus dit papier komt dadelijk aan bod. Ik heb al een voorbeeld gemaakt, dus vandaar dat ik ook al wat papier kwijt ben. En dit is een pakket van vorig jaar. Dat is de Crafty Kit XL Seashore 473005015. Nou ja, die plaatjes ga ik niet gebruiken. Hier zit ook nog leuke tekenmallen bij, maar die ga ik ook niet gebruiken. En dat is eigenlijk papier met een beetje beige en ja, zeeblauw kleur. Aquablauw noem je het. Dus een beetje van alles wat. Rustige printjes en wat drukkeren. Nou, hier, dit zijn natuurlijk hartstikke leuke om nog uit te knippen. Daar kan je weer postzegeltjes van gebruiken. Ik denk dat ik dit velletje als basis ga gebruiken. Hier nog leuk met... graag gedaan. Ja, Jeline was vanmiddag live op YouTube. Het is, intussen is de link sowieso al in de groep geplaatst. Maar ik had de link terwijl ze live was nog even geplaatst. Zodat ze makkelijk te vinden was. Want dat is natuurlijk eventjes nieuw. Hè, dat wij wel eens op YouTube live gaan. Dus dan moeten we eventjes een beetje reclame daarvan maken, dat jullie ons ook vinden, hè? Dus dit is het andere papier wat ik ga gebruiken. Oh, dan moet ik eventjes meteen die ene die ik wil gebruiken er maar uithalen. Zo. Dan hoef ik daar wat niet te zoeken. Er gaat nog een stencil bij komen, maar die laat ik zo wel zien. En ik heb al een voorbeeldje. Kijk, dit is al 1 pagina klaar. Want ik werk meestal in 3 pagina's, hè. Dan kan ik dat weer leuk in mijn... Kijk, nou staat mijn camera anders dan te straks. Dus ik ga heel even mijn camera, want te straks paste die er helemaal op toen ik het filmpje maakte. Want dit is gefilmd. Hoe deze tot stand is gekomen. Oh, moet hij toch deze kant op. Heb ik gefilmd. Even, ik ben heel eventjes aan het spelen nog met mijn camera. Hoor. Nou ligt hij te ver. Ik wil namelijk heel die pagina erop, want we moeten dadelijk heel die pagina zien als ik bezig ben, hè? Ik moet even kijken welke kant ik op moet schrijven. Ja, deze kant moet ik opschrijven. Wacht even. Ik heb een nieuwe ondergrond, ja. Die andere was zo vies. Nou ja, dit komt dadelijk wel goed. Ik ben het alleen maar erger aan het maken. Die andere was zo vies en ik was gisteren op de markt en ik zag deze. Ik denk, die vind ik wel geschikt. Even zo doen. Dan was ik helemaal scheef. Nou, hoe deze tot stand is gekomen, komt morgen op mijn eigen YouTube kanaal. Ik ga ervan stotten. Hij is nog niet klaar, want ik heb dit allemaal dan maar even los op liggen. Want ik was 1,5 uur bezig met filmen. En toen was ik nog niet aan het versieren toegekomen. Dus dat komt nog in een ander filmpje. Want ik denk dat ik die van vandaag ook niet klaar krijg om te versieren. Dan kan ik daar mooi nog in 1 nieuw filmpje doen, hè. Ja, ik ben in staat om mijn liniaal te pakken. Om het uit te meten. Maar ik zie zo meteen wel hoe het komt. Nou, deze leg ik even veilig op de grond neer. Want het gaat erom dat jullie mijn hele pagina in beeld moeten zien. Dat vind ik fijn. Dan moet ik even zien waar ik hem neer moet leggen. Dat is het idee. Ik denk dat ik hem... Kijk, zie je? Jullie zien hem helemaal in beeld. Dus ik moet gewoon zo werken. Ik zit iets dichter bij mezelf deze keer. Maar dat is niet erg. Dan hoef ik er niet zo ver naar voren te hangen. Goed. Mijn basispagina, daar gaat het om. Wat is het idee? Nou, ik had het zomertijd genoemd, dus ik wil er eigenlijk wat klokken op gaan verwerken. En die klokken, die heb ik hier. En dan ga ik een kerststans laten zien. De Golden Christmas van Precious Marieke. En dat is een klok. En ja, die hoeft natuurlijk niet per se voor kerstmis. Dus die heb ik al uitgestanst en die heb ik ook al bewerkt met embossingpoeder, maar daar gaan we straks nog wel even naar kijken. Dus die ga ik gebruiken, de PM10240. Ik kwam nog een klok tegen in de JMA Inner Peace. Er zit ook een klok in, dus die kan ik straks ook nog uit gaan stansen. Ik had bij de nieuwe set van Elisabeth Crafts Design zitten ook klokken bij, dus die heb ik ook al uitgestanst. Dus ik wil eigenlijk een beetje klokken gaan combineren met maritiem. Ja, ik kwam hem ook tegen met mijn standjes uitzoeken. Dus ik denk, hé, daar komt hij weer van pas. En ik heb een stuurwiel. Dat is dan wel geen klok, maar die heeft de vorm van een klok. Dus daarom vond ik dat ik die mee mocht doen nu. En dat is deze van Dutch Doobadoo. De 470713687. Nou, dat wordt dus de basis een beetje. Die moet ik even uithalen, want ik moet nog designpapier erop doen. En verder komen er nog meer standjes aan bod, maar die gaan we straks wel zien. En nu moet ik deze weer erbij hebben. Oh ja, wacht eventjes. Ga ik heel even mijn iPad pakken. Dan ga ik heel even laten zien hoe ik tot dit idee ben gekomen. Ik heb op Pinterest heel veel borden. En dit is mijn bord scrappen. En daar zet ik allerlei... leuke scrap layouts die ik tegenkom. Dat ik denk, nou ga ik nog eens een keertje kijken of ik die na kan maken. Die zet ik hier dan in. Kijk, en deze, die ik hier heb, dat is eigenlijk die ik gebruikt heb voor die ik net liet zien. Hè? Kijk, die labels zitten er zo in, die aan elkaar zitten. Ik heb alleen verder mijn eigen touch eraan gegeven. En nu wil ik deze. Dus ik wil allemaal strookjes gaan maken van dat designpapier. En daarop wil ik dan mijn knipsels en standjes en zo gaan plakken. Dus dat is even hoe ik deze keer mijn idee heb gekregen. En dan ga ik vanuit daaruit gewoon lekker mijn eigen gang. Pinterest en YouTube zijn onmisbaar. Tenminste, dat vind ik. Kijk, hier zou ik dadelijk een strook af kunnen snijden. En waar is mijn andere restje? Dat is hier. Oh, dat is dezelfde. Dat kan ik beter zo doen. Dan heb ik al blauw en roze. Dan ben ik natuurlijk nog donkerblauw. En een beetje dat hardere rood. En even kijken. Is dit wat? Dat vind ik voor deze niet zo leuk. Die komt dan terug. Misschien dat blauw weer terug laten komen. Lichtblauw. Of dit is anders blauw. Lichtblauw. Ja, zo. Met alles. Ja, echt super handig. En dan kun je het nog gewoon... Ja, hoef je nog niet helemaal na te maken. Dan kun je het gewoon een klein beetje als inspiratie gebruiken. Hè? Ik moet af en toe even een snotneus wegwerken. Zo. Nou, wat ga ik doen? Ik ga hier even stroken van maken. Ja, en hoe breed, daar gaan we nu eens even denken. Ik heb verder helemaal niks. Ik heb wel het een en ander uitgestandslikken, maar verder heb ik nog niks klaargemaakt. Daar had ik allemaal geen tijd voor, want ik was allemaal druk met alle andere dingen al. 2 video's opgenomen vandaag. Janine eventjes gekeken en meegeholpen. Hoe lang maak ik deze nu? Ik zal hem even uithalen. Nou, dit papier heb ik dus eigenlijk niet gekocht. Dat heb ik weer hergevonden bij het opruimen. Dus dat is helemaal leuk, hè? Die had ik net 4,5 gemaakt. Dan maak ik deze 4. Dus ik ga gewoon even wat stroken in verschillende maten uitsnijden. En dan heb ik die plaatjes nu niet nodig. Die kan ik altijd natuurlijk nog uitknippen. Dan maak ik deze 5. Die zijn ongeveer even lang, maar die hoeven daar ook niet langs elkaar. Misschien dan ga ik even nog een langere maken. Er staat toch niks op de achterkant. Deze doe ik ook 5. Die in zijn geheel, nee, in zijn geheel kan niet, want dan is je even groot dan de pagina. Nou, een beetje groot, ik kan hem altijd nog een stuk afhalen. En dan heb ik nog donkerblauw. Mag ook wel 4,5 worden. Oh, dat geeft niks op. Dat gebeurt denk ik wel eens vaker. Ik zie zo wel eens vaker zo'n random een boos poppetje staan. Dus dan denk ik, dat zal wel een foutje zijn. Eerst even zien, wat heb ik al? Nou, daar mag denk ik nog wel iets bij. Nou, daar kan ik dadelijk nog een vlaggetje van maken. Kijk, dan mag denk ik nog 1 strookje bij. En dan kan die dadelijk daar zo bij. Ja, dus nog 1 strookje. Rust in mijn ziel. Wat heb ik er hier liggen? Eigenlijk die roze. Of een roze. Even aan de achterkantjes kijken. Ik wil een langere. Oh, daar kan ik hiervan maken. Trouwens. Keuzestress. Wat heb ik nog meer? Even eens kijken. Ik ga de roze doen. En ook 4,5. En hier nog af. Een stuk van... Zo. Nog één stuk. Nog een stukje eraf. Misschien dat ik nog een donkerblauwe wil. Aan deze kant. Ja, daar moet nog een donkerblauwe. Dan vind ik dat mooi terugkomen. Maar het is hierachter ook. Even dit zeepaardje netjes eraf snijden. En nog 4. Nou, dan heb ik mijn strookjes. En dat is waar de basis waar we vanuit gaan. Zo. Eens even zien. Nou heb ik ondertussen niet op jullie gelet. Ah, jullie zijn bezig over de open dag. De demodag van volgende week. Ja, hartstikke leuk als je kunt gaan. Ik zal even hier een beetje. Zo. Oké. Die strookjes, die ga ik als eerste even ruw maken. Dat vind ik altijd wel leuk bij een zeethema. Ik weet niet waarom. Ik pak een beetje van grommelen. Nou, de hele week heb ik al in de groep gestaan wie er allemaal zijn voor een week op de demodag en wat ze doen. Dus ik ben er helaas een keertje niet bij. Echt een beetje grof te werk nu. Op doen. Dat is misschien wel handig. Ja, als jullie dat doen, dan weet iedereen die er aan een tafel staat. Want jullie kennen de gezichten van degenen die daar zitten wel. Maar hun zien jullie namen misschien wel voorbij komen, maar als je daar in het echt staat, is het toch altijd anders. Een mooi naambordje knutselen, al iedereen zo. Een hele creatieve... Ja, het is inderdaad een beetje staars en strijf zo, ja. Maar dat is straks niet meer. Maar mijn stem word ik wel vaker herkend. En nu weet ik jouw stem ook natuurlijk, Joyce. Toen had ik dat ook nog niet zo in de gaten dat jij ook een dame was van de lijst. Even die troepjes aan de kant. En 2 lange moeten in het midden. Die op de hoekjes. Nou, ligt het toch weer anders dan net. Zo. Kijk, dat is alvast lekker een beetje rommelig. Zullen we even kijken. Deze wordt een... Even zien, waar zie je er eigenlijk van? Want anders ga ik er niet eens vlaggetjes van maken. Ik denk dat ik er niet eens vlaggetjes van maak. Ik maak ze zo. Anders zou ik er nog een punt in hebben gesneden, maar dat ga ik niet eens doen. Dat stond op het voorbeeld wel, maar dat ga ik niet doen. Dus deze mogen er straks opkomen. Maar ik wil even de achtergrond nog een beetje opspijzen. En dat ga ik doen met een stencil. En bij die lijn Seashore, of Calling, Ocean Calling, deze, bij die lijn met die gekleurde papiertjes, zit ook nog een stencil set. 3 stuks. En dan heb ik er 2 al gebruikt en eentje nog niet. En die ga ik nu gebruiken. Dat is deze. Dus daar ga ik mijn achtergrond nog even een beetje mee opleuken. Nou, dan deze weer aan de kant. Ik leg ze even zo dat ik ongeveer nog weet waar ik ze wil hebben. Ik had bedacht dat bij dit papier de distressoxide Uncharted Mariner, of hoe je hem ook precies uitspreekt, erbij past. En dat kan ook met de gewone distress, dat hoeft niet per se met oxide, maar die lang bovenaan, zullen we maar zeggen. Dan ga ik heel voorzichtig een beetje de achtergrond nog bewerken. Kijk. Nou, het midden hoeft natuurlijk niet, want daar ga je niet zien, want daar ga ik mijn stroken plakken. Dus ik beperk het even tot de zijkanten. Nou, gezellig dat er nog binnenstromen, welkom. Een beetje proberen in die strook te blijven, dat ik er niet buiten kom. Als je dat per se niet wil, dan moet je hem natuurlijk afplakken. Hieronder nog een beetje, dan denk ik dat ik het genoeg vind. Dat is die. En dan gaan we ook nog een beetje stempelen. Blijf op. Nee, niet op een nieuwe zelmos, hè. Nee, ik heb toen straks bij het andere filmpje heb ik er zelfs keukenrol onder gelegd. In het begin ben je daar nog voorzichtig mee, hè. Dat kan ik vandaag ook wel doen. Dat ga ik denk ik zo meteen even doen, want ik ga nu stempelen. Maar waar ging ik mee stempelen? Dat weet ik even niet meer. Wat heb ik klaar liggen? Oh ja, hier. Wat heb ik bij mijn voorbeeld gebruikt? Oh ja, nou weet ik het weer. Deze. De kwestie kwijt. Kijk, ik zag van de week toen wij die nieuwe, toen Elisabeth Craft Designs die nieuwe stempels uitbracht. Ik denk, oh, kijk, hier zit een postzegel met een vuurtoren en een postzegel met een boot, een kompas. En hier in die kleine, in deze zit een klok. Die heb ik dus net al gestempeld laten zien. En in die kleintjes zit een anker en een klok. Dus ja, die moest ik natuurlijk hebben, deze stempels, om bij dit project te gebruiken. Dat was niet zo moeilijk. Dus ook voor een project met voornamelijk Dutch Doobadoo en Marianne Design kan je Elisabeth Craft Designs gebruiken. Dat plastic is wel best stug, dus dat is best moeilijk. Even zien, hoor. Het Noord wil ik bovenop. Nou ja, even stempelen. En ik ga stempelen met de Memento Paris Dusk. Die vind ik een mooie blauwe kleur. En dan gaan we nog even de achtergrond verder. Lieve piepstem. Ja. Ik heb nooit gerookt, dus ik heb in ieder geval geen zware rookstem. Dat is alvast fijn, hè? Zo. En hieronder nog één, want dit doe ik dan in 3. Eigenlijk wil ik die... Nou ja, dan kom ik toch maar hierover langs. Zo. Voor degenen die alweer weg moeten gaan, fijne Pasen. En tot de volgende keer. Even een doekje. Dan ga ik nog een beetje tekst pakken. En die zit hier ook in deze stempelset. Namelijk deze blok. Maar die ga ik zo niet gebruiken. Misschien dat ik nu eventjes een keukenrolletje moet pakken. Hop. Die op mijn werk gooien, want dan is het dadelijk allemaal verpest. Kijk. Want ik ga nu langs mijn... Even kijken hoe dat hier moet liggen. Even een woordje zoeken. Ja, zo moet die. Ik ga hem dus niet gebruiken als vierkant. Maar gewoon stukjes ervan. Dus als je er niet overal inkt doet, dan kan je in ieder geval ook niet overal een afdruk geven. Deze die kant op. Dus zo maak ik mijn achtergrondvelletje nog een beetje meer naar mijn zin. Die is iets te veel tot een vierkant, maar nu niet meer. Nou, ik ga eerst eens eventjes die blaadjes er weer terug op leggen om te kijken of ik nog iets mis. Kijk, die mag er zo langs afpiepen. Dat vind ik niet erg. Daar had ik al op gerekend dat er die niet helemaal meer op kwam. Dan zit ik even te kijken. Is dit deze tekst? Nee, die moet wel zo liggen. En dan gaan we ook een blauwe. Ja, die nieuwe serie is zeker gaaf. Ik heb er niet alles van besteld. Zomaar een aantal dingetjes. Ik vond een aantal dingen niet mijn ding. Maar ja, dat kan hè. Dat hoeft ook allemaal niet. Je hoeft niet alles leuk te vinden. Dat is alleen maar fijn dat je niet alles leuk vindt. Vind ik in ieder geval. Mijn portemonnee vindt dat ook erg fijn. Dat ik niet alles leuk vind. Ja, deze is maandag uitgekomen. Die nieuwe lijn. Wat ik gebruik staat allemaal gelinkt. Kijk. Deze hier erop. Nou, dan moeten we natuurlijk ook nog even een... Kijk, en die klok had ik dus ook al uitgestanst. En die heb ik al bewerkt. Ik heb die klok uitgestanst in het wit en in het kraft. En die heb ik bewerkt met embossingpoeder. En ik heb dezelfde embossingpoeder gebruikt voor beide. En moet je zien wat een ander effect dat geeft doordat de ondergrond een andere kleur is. Grappig, hè? Dus deze is toch meer blauw en deze is toch meer naar het, ja, beetje... antraciet. En ik heb daarvoor gebruikt deze twee embossingpoedertjes. De Midnight en de All That Jazz van Wow. Maar dan moeten we daar toch nog een andere embossing, een ander gestansje nog een kleurtje mee geven. Dus ik denk dat deze hier zo meteen komt. Ik ben eventjes een beetje naar de opbouw kijken. Oh ja, die borders heb ik juist niet, want ik ben niet zo van die borders met allemaal die randjes. En ik had al de stansen van de nieuwe van Find It gekocht. Als iets in deze trend gaat het worden. Kijk, die klok komt dan hier. Maar ik heb ook nog van dat visnet. Moet ook nog een plaatje krijgen. En ik heb ook nog uitgestanst... Deze, die zijn van, waar heb ik die gelaten? Echt, ik ben altijd zo goed in dingen aan de kant leggen, want dan denk ik, dat is handig als het daar ligt. En dan is het zover en dan weet ik niet meer waar ik het gelaten heb. Ik heb het visnet in ieder geval alvast wel gevonden. De CR1552. Ja, die met die postzegels, die heb ik natuurlijk. Alles met postzegels is niet veilig bij mij. Maar ik ben even mijn stand aan het zoeken. Oh, hier. Kijk, die komt hieruit. Dat is ook van vorig jaar. Die twee borderstansen. L erg 0807. En daar heb ik die met die golfjes een paar keer uitgestanst. Dus die wil ik er ook nog tussen verwerken. Dan moet ik nog een klok. Dus ik ben nog lange na niet klaar met het opbouwen. Dit is iets waar ik altijd heerlijk mee aan de gang kan gaan. Dus die golven zijn inderdaad van Marianne. Dus die moeten er ook nog tussen. Dus nou, we gaan eens heel even... En deze moet ik dus nog een kadertje geven. Maar misschien is het wel handig als ik die dingen eens even... Ja, die ga ik opplakken. Want dan kan ik ook nog spetteren. Want dat doe ik wel met mijn... pagina's meestal, maar dat doe ik eerst voordat ik er spullen op ga plakken. Want, dat weten jullie intussen wel, ik hou er niet van als er spetters op mijn ornamentjes komen. Ik kan even dit hebben. Ik ga deze eens eventjes opplakken. En dat doe ik niet helemaal vast. Ik doe hier gewoon, want dan kan ik er altijd nog iets onder schrijven, hè. Ik ga deze even zo langs die Noord. Hoewel, die Noord ga ik wegplakken. Die Noord. Trouwens, zo. Net al langs nog. Dan zie je ook nog. Zo. Deze komt hier. Daar begin ik mee. Deze wil ik er bovenop hebben. Deze nog hier, heel even een beetje, dat ze wel naar even ver komen ongeveer. Dat ga ik wel even meten, want daar kan ik me zo aan storen. Ik heb hem op, nou dat is toch wel knap, bijna 5, 5,2. Hoe ver moet ik dan hier zijn? Dan moet ik helemaal hier plakken. Dan mag hij helemaal hier zijn. Nou, dan mag die ietsjes meer naar de... Ja, leuk hè, wat je met stroken al niet kan doen. En ik heb dit nu afgeknipt van... Ja, hele vellen. Maar dat kun je natuurlijk ook weer van restjes doen, hè. Nou, dan doen we deze ook gewoon zo net langs die... Komt hij iets meer naar... de zijkant. Deze kwam hier bovenop, dus dan met deze. Ja, en niet te vast plakken. Dat is alleen maar leuk als daar een beetje speels erop zit. Deze zo. En deze, die ga ik verhoogd op plakken. Daar heb ik gewoon een achterkant van zo'n blok van papier. En die is... om in plaats van foamtape. Ja, de stroken die je bij de bestelling krijgt, inderdaad. Is ook een leuk idee om zo te gebruiken. En dit, ja, dit doe ik dus nu in het groot, in een scrappagina. Het kan natuurlijk ook in het klein in de kaart, hè. Alleen dan moet je je stroken natuurlijk minder lang maken. En minder breed. Kijk, daar heb ik al. Ja, dan kan deze ook al verhoogd opkomen. Nou, helemaal goed. Dan gaat deze er ook op. Nou, die moet eigenlijk zo, maar ik vind hem zo leuker. Even zien. Ja. Ja, en ik scrap heel veel, of ja, regelmatig, maar nooit meer met foto's. Want ja, ik heb geen, zelf geen kinderen en mijn nichtjes, die maken heel veel selfies, maar niet meer voor mij. Allemaal voor Snapchat en weet ik het waar ze het allemaal op gooien, maar ik zie er weinig van. Dus ik scrap voortaan maar gewoon lekker in thema's. Ik heb die stroken bewaar ik ook altijd, die we bij de bestelling krijgen. Dus die kan ik inderdaad ook nog een keertje tevoorschijn halen. Ja, die paperclips inderdaad. Embellishments noem ik die altijd. Dat is ook leuk. Dan ga ik die... Nou, die mag ook nog over. Hoppakee. Hidden paperclips inderdaad. Er staan ook regelmatig filmpjes van op. Heeft Rianne ook al filmpjes meegemaakt. En ik heb daar al een YouTube filmpje meegemaakt. En Ties. Kijk, en dit is dan toch verhoogd, maar niet heel dik. Ik kan ook niet heel plat werken. Maar niet zo hoog als dat Sabine altijd weer doet. Ik ben niet zo van die ornamenten er allemaal op. Dit is onze basis van de scrap layout. En nou ga ik even spetteren. En dat doe ik met gesso. De gesso van Dutch Doobadoo heb ik nou even voor te pakken. Die staat hier in de buurt. Moet ik even een kwastje hebben. Oh, 8 uur. We zijn nog lekker. We hebben nog lekker even de tijd. Ja, leuk hè, dat we allemaal, ja, vind ik ook. Ik vind dat ook zo leuk. Ieder zo zijn eigen stijl. We gebruiken soms dezelfde producten en toch zijn de resultaten helemaal anders hè. Dat vind ik ook echt leuk. En ja, dan kunnen jullie daar weer jullie stijl van maken hè. Ik vind het altijd erg leuk. Net zoals toen die online workshop van laatst. Mijn vogelhuisje is super vaak nagemaakt. En ze zijn allemaal anders. Zo grappig. Iedereen legt daar toch weer zijn eigen creativiteit in. Beetje zo ook zijn eigen kleuren stellen. En ja, kleuren waar hij wel en niet graag mee werkt. Laat ik de boel maar weer eens heel eventjes... ik heb dus vandaag al, gespetterd. Want ik heb die andere pagina al gefilmd. En ik moest nog even boodschappen doen. Maar ik moest even wachten tot 4 uur. Want er was er bij Albert Heijn zou een pakketje bezorgd worden voor mij. Dus daar ben ik... op een gegeven moment kreeg ik een bericht dat mijn pakketje aangekomen was. Dus ik denk, nou, ik spring gauw in de auto, want het regende. Ga ik gauw even halen. En dan kijk ik de achteruitkijkspiegel. Had ik me daar toch eens spettels in mijn gezicht. Ik denk, nou, die haal ik maar gauw even weg. Voordat de mensen denken van, heb je jezelf versierd als pa zei. Ik heb dus een prutje gemaakt van die gesso met water. En nu ga ik spetteren. Kijk, en ik vind het nu niet erg. Dat die druppels overal en nergens komen. Maar ik vind dat wel heel irritant als dat net op een standje komt. Kan ik echt een project van verpest vinden. Ja, hebben jullie geen regen gehad? Die regen, dat heeft het best wel een tijdje geregend tussendoor steeds. Ik voel dat er nou ook weer spetters op mijn gezicht komen. Oh, nou fijn dat er geen regen is gevallen. Dat is altijd. Deze ga ik even op een veilige afstand leggen, want dat weet ik wel, dat gaat anders mis. Kijk. Die moet ik eigenlijk heel even drogen. Dus dat ga ik nog even doen. Jullie vallen om, eventjes jullie wegzetten. Maar die filmpjes blijven staan, hè? Die online workshops. Er is weer een nieuwe in de maak. Hadden jullie die al meegekregen? Even terwijl ik dit droog even laten zien. 24 mei. En dan hebben we weer zo'n online workshop. Dus geef je op, zou ik zeggen. Dan kun je weer lekker meedoen met de dames. Er zijn al echt mooie projectjes voorbij gekomen. Echt leuk. Ja, ik kan me voorstellen dat je ze nog niet allemaal op kunnen maken, want het is bijna niet bij te houden, hè, allemaal zo. Zo, die gaat weg. En ik wil hier nog iets anders bij doen. Dat heb ik ook gedaan bij mijn andere, dus dat ga ik nu ook doen. Ik heb hier die All That Jazz. Even een lepeltje hebben. En ik ga hier zo een beetje op strooien. Even alleen deze kant doen. En dan denk je van, hé, je hebt nou toch geen versamark of zo gebruikt. Dat gaat toch plakken. Even alles even in veiligheid stellen. Dan moet ik die andere even aanzetten. Die speciaal, deze. Die wordt warmer voor de embossingpoeder. Dus dat ga ik even doen. Ik hou hem eventjes van me af naar beneden. Want die moet even warm worden. En dan ga ik van onderuit dit embossingpoeder verwarmen. Ik moet natuurlijk uitkijken dat ik hem niet dichter ophouden. Maar ik wil het ook in beeld laten zien. En dan smelt hij van onderuit. Smelt hij het embossingpoeder in het papier. En als het dadelijk een beetje aangesmolten is, kan ik het weer wel van bovenaf verwarmen. Gisteren was het ook wel mooi weer. En vandaag was het niks. En nu kan ik hem van bovenaf nog een beetje bijverwarmen. Hij blaast nog wel het een en het ander weg, maar dat vind ik niet erg. Het blijft toch wel opliggen. Ik laat hem omdat het een beetje in de achtergrond. Zo. Even kijken of je zoiets, of je het zo kunt zien. Dus nou zit er eigenlijk een glimmertje in op het papier erbij. Ja, zie je wel, hè? Nou, dat moeten we natuurlijk aan de andere kant ook doen. Dan hebben we daar een beetje. Gelijkenis in, dat vind ik altijd wel mooi. Even een beetje verspreiden met mijn vingers. Nou, nog een keertje herrie schoppen. Als ik dit wel hoger houden, dan kan ik namelijk mijn gietel van een afstandje houden. En jullie zien het dan, hè? Dat vind ik eigenlijk, ja, dit kan met kaarten ook, maar op een of andere manier doe ik het eigenlijk nooit met kaarten. Wel altijd met scrap layout. Ja, dit kun je natuurlijk ook op een kaart doen, hè. Nou, even weer de voorkant. Je ziet her en der nog wat wegspringen, wat nou weggeblazen wordt. Dat was nog niet verhit. Dan kunnen deze blaadjes er even aan de kant. Ja, dat kan met elke embossingpoeder. Nou, overal ligt nu poeder. Nou, eens zien. Oh, daar heb ik natuurlijk wel mijn dingetjes vergeten. Slimmerik, jullie zeggen ook niks. Ik heb ook nooit iets aan jullie, hè? Jullie vergeten mij te helpen. Even, maar dat kan nog wel. Want dat ga ik gewoon zo doen. En dan knippen we gewoon die brede rand vanaf, want die past er nu niet meer onder. Kijk. Tadam. Even wel netjes recht knippen. Een leuke kleur, hè? Ja, mooi dat aqua licht blauw. All That Jazz. Kijk, dat is dus het voordeel van dingen niet plat opplakken. Dan kun jij dan nog iets onder plakken. Dat is wel leuker helemaal natuurlijk, als deze hier ook. even groot is. Waar zet ik mijn puntje nou? Ja, dit is het puntje. Ah ja, jullie. Heel goed, deze reden. Dat is heel goed. Ja, improvisatie heet dit, hè? Nou, ik werk in de zorg en dan leer je wel improviseren. Zeker als je in de wijkzorg werkt. Daar heb je echt niet altijd alles zomaar voorhanden. Dus daar gaan we dan gewoon op zoek naar dingen in huis die we kunnen gebruiken om een wondje of zo te verwinden. Hè? Nou, dat is ook wel slim. Plak ik de bovenkant. Dan zal hij niet plakken, hè, als ik de bovenkant plak, want daar raakt hij het papier niet. Zo. Nu plakt hij wel. Nou, dat is eigenlijk misschien wel genoeg. Mijn wiel. Nou, die komt hier ergens. Zo. Kan ik ook nog zo plakken dat hij hier boven komt. Want ik heb hier natuurlijk nog meer te plakken. Maar we gaan even hier nog een designpapiertje opzoeken. Want ik heb natuurlijk nog een stukje wat hierop moet. En dan moet ik eens even kijken wat het wordt. Misschien moet ik daar beige voor pakken, dat dat mooier is als dat beige is. Ik heb die, oh wacht, die heb ik donkerblauw gedaan, maar dat vind ik hier niet mooi. Lichtblauw, dat valt ook niet op. De roze heb ik al gehad. Maar ik denk dat ik hier... Ja. Dan gaan we hier eens even kijken voor deze. Waar is dat halfje? Waar heb ik een restje nog? Hier. Ja. Yep. Dat ga ik doen. Eens even zien. Dit moet ik nog even uitknippen. Even zien hoor. Ja, deze komt aan de muur. Dat zijn wissellijsten die ik aan de muur heb. Dus die anderen gaan eruit. Die laatste zitten er nog in. Die paarse die ik toen ook in de live gemaakt heb. En dan gaan deze erin. Dus ik moet na deze er nog eentje maken. Want ik heb 3 lijsten. En dadelijk 2 pagina's klaar. Kijk, deze ga ik even omtrekken. Het lijntje van het designpapier. Zo. Dan heb je alleen het binnenstuk. Dat had ik al kunnen doen, maar ik wist natuurlijk nog niet welke papiertjes ik ging kiezen. Dus ik denk, ja, dan doe ik dat toch maar gewoon pas als ik live ben. Het is nu 20:10, dus ik zie dat ik toch inderdaad het pimpen. Ik ben nog niet klaar met de basis, dus ik denk dat ik het bij de basis hou. En dan ga ik die andere en deze in een ander filmpje pimpen. Ja, zo heb ik elke keer een ander thema aan de muur hangen. Dat is echt leuk. Normaal zou ik ook een lentethema hebben, maar die heb ik even overgeslagen. Daar heb ik gewoon geen tijd voor gehad. Ik heb papier genoeg. Scrappapier zelfs. Dus dat gaat ook weer helemaal ongebruikt de kast in. Dus dan komt er weer een andere keer aan bod. Maar goed, de lente is natuurlijk pas net begonnen, hè. Dus ik kan nog wel... Ik maak even hier snipjes in. Dan kan ik daar makkelijk met mijn schaar in. Dat vind ik handiger. Ik kan hem ook met het mesje uitsnijden, maar daar ben ik niet zo goed in. Ik ben beter in knippen dan in snijden. Zo. uitstekend versieren. Ja, we moeten natuurlijk nog van alles opkomen. Tenminste, in mijn geval moet dat. Dus ik ga hem in de basis zo meteen neerleggen. En dan ook nog wat embossen. Het grove werk stansen, laat ik het zo zeggen. Maar er moeten natuurlijk nog bloemen bij en wat knipplaatjes. En dat gaan we dan later nog een keertje doen. Daarvoor moeten jullie mijn YouTube pagina dan in de gaten houden, want dan komt hij daarop te staan. Maar veel hebben hem al gevonden. En morgen vroeg om 20:30, dan komt in ieder geval alvast het filmpje bij mij op de pagina van die andere. Ook dat die tot stand is gekomen, die met die labels. Dit is net zo'n beetje zo'n dia ding, hè? Als je hem zo alleen maar snijden, knipt. Zou je hem ook nog voor kunnen gebruiken. Als je het zwart doet. Nou, dan gaan we dus de klok vanavond zetten. Oh, ik vind dat altijd zo fijn, hè. Ik ben echt totaal geen wintermens. Zodra, ja, ik ben heel actief 's avonds, want ik ben echt een avondmens, dus dat is het niet. Maar in het donker doe je niks. Kijk, als volgende week om 20:30 nog licht is, dan kan het best zijn dat ik nog een beetje aan het rommelen ga in huis. Ga poetsen. Ik wil ook nog best wel eens de ramen wassen, zeg maar, 's avonds. Ja, dat kan je in de winter niet. In de winter is het gewoon donker. En in het donker kan ik niet poetsen, dus dan moet er geknutseld worden. Dat is ook niet erg. Maar ik ben wel heel blij dat het langer licht wordt. Ja, de condoleancekaarten, dat is inderdaad ook een filmpje geweest. Dat was met de lijn van Marianne Design, hè, de laatste nieuwe. Ja, ik vind het altijd wel leuk. Ik heb natuurlijk een beetje weken erbij dat ik op rare tijden slaap en wakker ben. Dus als ik dan een filmpje op kan nemen, dat dan later, ja, dan kunnen jullie kijken wanneer jullie willen, hè. Zo, hij is uitgeknipt. En hij moet nog gegumd worden. Nou, slijntjes. Nou, dan gaan we eens even zien waar we allemaal al hebben en waar we nog moeten stansen. Lekker gefietst vandaag. Nee, dat had ik vandaag niet kunnen bedenken met dat weerbier. Er stond ook een hele harde wind. Maar dat kan straks ook misschien wel weer lekkerder, hè? Zo'n lekker fietsen. Heerlijk. Nou, een beetje met vintage foto de randjes. Zo. Mijn pagina. Die past dus nu, als het goed is, hier erop. Ja. Die moet ook nog met. Dan valt hij iets meer op. En dan heb ik natuurlijk nog die tickets die ik al gemaakt heb. Die gaan we natuurlijk ook verwerken. Daarom heb ik ze in blauw gedaan. Ik deed het ook even zo. Zo. De lijn. En dan ga ik die hier plakken. Even kijken of het uitmaakt waar ongeveer. Nee, ze zijn ongeveer mijn matlaagjes overal wel gelijk. Zo, die wil ik hier. misschien moet daar toch een cirkeltje nog achter in het effen. Ik denk dat ik dat mooier vind, want nu komen die strookjes ertussen. Hè? Dat vind ik niet zo leuk, dus ik denk dat ik nog een cirkel uit ga stansen. Nou, deze klok. Waar zit het 12? Ik vind dat zo lastig zien hier. Daar komt denk ik ook nog een cirkel achter, want dan valt hij ook meer op. Dus die moet ik ook nog stansen. Oh, deze heb ik ook niet geplakt. Daar kan dus ook nog eronder gefrutst worden. Er komt ook nog een bot. Die van dan. Deze denk ik hier. Dus daar komt denk ik een cirkel achter in een kleur nog. In het donkerblauw of zo. Maar ik had nog een, mijn tickets en mijn postzegels. Kijk, die postzegels die moeten er sowieso op komen natuurlijk, hè. Maar ik had die andere klok nog, hè. Kijk, dit kan nog ergens. De andere klok. Waar heb ik die? Die is deze. Want we gingen voor de zomertijd. Ik ga hem in het wit stansen, want dan kleurt mijn engelsenpoeder het mooiste. Ik ga nog even dit maken en dan ga ik een klein beetje zo meteen zeggen hoe het idee wordt. En dan komt de rest in een ander filmpje. Dan heb ik wel alles gebruikt wat ik voor vandaag klaar had liggen. Mensen die gaan inderdaad fijne Pasen nog. En dan weer tot de volgende ronde. Bij mij staat het beeld niet stil, bij mij beweeg ik nog. Even die puntjes eruit duwen. Even een storing bij jezelf waarschijnlijk. Nou, even een werkje. Oh, ik ben er weer, zie ik. Gelukkig. Zo, kijk, die ga ik op elkaar plakken. En dan... En bossen. Aan het. Ik heb eigenlijk helemaal niet beseft dat het Pasen is. Zo vroeg dit jaar. Ze gewoon op elkaar plakken en dan embossen. Dat kan ook gewoon. Misschien dat de letters dan wit blijven. Vind ik dan wel leuk. Embossen. Nou, laat ik dat ook nog even zien. Oké, even aan de rand. Even nog waar is mijn velletje. Leg ik die even onder dan. Is niet alles... Nou, ik doe nu wel de versa mark gebruiken. Ik heb de champagne. Die heeft een beetje een bruin gloedje, dan zie je ook of dat je er iets op hebt zitten. Vind ik zelf handig. Werkt hetzelfde dan die clear, zeg maar. Ik denk dat hij wel erop zit. Pak ik even een papiertje. Oh, niet op zijn kop. En dan pak ik eerst de All That Jazz, die blauwe. Die strooi ik er zo wel op. Zo. En dan ga ik meteen de donkerblauwe erbij pakken. Deze, de Midnight was daar. Die strooi ik er ook overheen. Dan hoop ik dat ze een beetje in elkaar mengen. Dan zit ik er met mijn vinger aan. Kan ze het daar. Maar toch wel. Kijk. Ik deed ook eraf. Dan gaan we hem nog even verhitten. Even vasthouden in een puntje. Waar is mijn igel? Maak ik even eerst warm langs mij. En dan gaan we schuiven. Wat er gebeurt. Ja, daar gaat ie. Nu besmelten. Echt zien dat je... Cijfers zie je niet echt meer. Maar iets of wat zie je hem. Zie je nou dat het de klok is? Nee, niet echt meer eigenlijk. Nee, dat gaan we anders doen. Dan gaan we ook een klokje in plakken, denk ik. Want ik vind dat effect wel leuk, maar je ziet niet meer dat het de klok is. Dus daarvoor zou ik hem misschien moeten uitstansen uit donkerblauw of zo. Dan ga ik nog wel even kijken wat ik daarmee wil. Maar het kan ook zijn. Dat ik deze daarop plak. En dan deze ook in het wit hier nog een keer. Nou, dan leg ik even deze zo op. Zo. Nou, hier moeten we dan nog cirkels achter bedenken. Dan is daar ook meer af. Dus ja, ik ga nou even een beetje puzzelen. Wat nieuwe spulletjes bij elkaar. Nee, die cijfers zie je niet goed. Dus dat ga ik heel even kijken of ik dat op kan lossen. Daar ga ik op mijn gemakje de paasdagen verder mee werken. Maar dit is in ieder geval alvast de basis van mijn scrap layout. Ik zal die andere ook nog even erbij pakken. Die is al wat verder in zijn. Nou, kijk, dan hebben we dus al twee. Kijk, die kunnen dus mooi zo langs elkaar, hè? Hetzelfde steltje. Dus ik moet nog wat knipplaatjes erbij gaan zoeken. Ik wil ook nog wat bloemetjes maken. Dus dit is alvast het idee waar ik mee in mijn hoofd zat. En dat wordt allemaal nog uitgewerkt. En daar komen jullie vast wel nog te weten hoe de afgelopen is. Ik wens jullie voor nu een hele fijne paasweekend. En ja, wie weet hebben jullie nog wel een beetje tijd om wat te knutselen tussendoor. En tot de volgende keer zou ik maar weer zeggen. De groetjes!